is, maar misschien dat die zesde plaats, waar dit moment Karelberg op staat, binnen bereik zou kunnen komen. 1:27,8. Ronde van 34,5 nu in één keer. Dat is een groot verschil. 33,3 en dan 34,5. Het is ook best moeilijk hoor om goed je balans te vinden op zo'n afstand. Rij je te hard, ga je te snel van start, dan kom je jezelf gigantisch tegen. En ga je te langzaam van start, ja, dat laat je ook punten liggen. De 1400 meter inmiddels van Thomas Bos, 2:01,6. En de rondetijd is beter. 33,8 weer. En hij zal nu moeten proberen om vol te houden die 33ers te rijden. Dan kan hij nog een behoorlijk eind klimmen. 1800 meter, terwijl zijn tegenstander natuurlijk in geen velden of wegen, laat staan ijsbanen te bekennen is. 2:35,3 voor Thomas Bos na een ronde van 33,7. Ja, dit gaat er goed uitzien. Hij zit nu precies 2 seconden achter het schema van Gerard Kemkers, die vanaf dit moment 33,6, 33,7 ging rijden gedurende een 3-4-tal ronden. En Thomas Bos is een man die goed een lange afstand aan kan. Als hij één keer dat ritme heeft gevonden, Ria heeft het al benadrukt, dat is moeilijk om dat eventjes aan te voelen. Maar als hij dat één keer heeft, die Thomas Bos, dan kan hij dat ook vaak heel lang volhouden. Hij is een goede 25 kilometer rijder. 3:09,1. En kijk maar, weer een 33,8. Dat is goed. Precies 2 seconden achter Kemkers. En als hij dat volhoudt, dan komt hij ook in de buurt van de topplaatsen van het klassement. Vroeger was het zo dat jongeren of junioren echt een 10 kilometer moesten leren rijden. Daar zagen ze dan zo'n berg tegenop. Thomas Bos is precies het tegenovergestelde. 10 kilometer is gewoon zijn specialiteit. En dat doet hij heel goed. Volgende passage Bos wordt bereikt nou weer een rondje van in de 33. Dat is heel mooi. 3:43,1 is de tussentijd op 2600 meter. Rondetijd exact 33,9. Ruim 2 seconden nu langzamer dan Kemkers. En dit is Martin Feigenwinter, de 20-jarige Zwitser uit Basel. Maar de aandacht gaat natuurlijk uit naar Thomas Bos. Nederlands kampioen op de 10 kilometer. Derde op het Nederlands kampioenschap allround. 8e op het Europees kampioenschap. Hij is op weg naar de 3 kilometer. En komt daaraan naar weer een 33er. In 4:17 rond. Tweeënhalve seconde precies nu langzamer dan Gerard Kemkers, die met een prachtige 7:05 finishte. En als het verschil van Bos betreft niet groter wordt, dan komt hij heel hoog. Kemkers die hier nog één keer een 33 realiseerde en toen naar de 34ers over moest. En wat doet Thomas Bos? Kan hij ook nog één keer een 33 laten zien op weg naar de 3400 meter? Dat kan hij. Jawel, 33,7. 4:50,7 is dan de tussentijd. Ja, en die Bos kan het heel goed hoor, die 5000 meter. Het mooie van Thomas is dat hij heerlijk in de slipstream van Ben en Bart meegaat. Eigenlijk wat op de achtergrond. Maar zeker niet om uit het oog te verliezen. En als hij nou door kan gaan met die 33ers... nou, dan kan hij nou op de 5e plaats in het klassement komen. Dan kan hij Hatschi nog passeren. Rondetijd 34,1 nu. Voor Thomas Bos, maar dat is nog altijd netjes natuurlijk. 5:24 voor de tussentijd. Minder dan 2 seconden achterstand op het schema van Kemkers. De laatste 2,5 ronden zijn zwaar natuurlijk. Kan hij nog een lage 34er? Of is dat te veel gevraagd? Op weg naar de 4200 meter. 2 ronden voor het einde. Komt Thomas Bos door in een 34,6. Nu is het verschil ten opzichte van Kemkers wat opgelopen. Tot bijna 3 seconden. Maar nog altijd is een tijd onder de 17 Royal mogelijk. En dat is een prima prestatie van Bos. En daarmee klimt hij heel hoog, ook hij, in het klassement. En daar staan dus alle vier de Nederlanders na de eerste dag op bijzonder interessante plaatsen in dat klassement. De bel gaat luiden voor Thomas Bos. Een ronde van weer in de 34. 6:34,1. Nou, reken dan maar 7-8 als daaromtrent als eindtijd voor Thomas Bos. Goede prestatie die hem hoog in het klassement brengt. Je ziet trouwens aan Thomas dat het wat kouder gaat worden. Hè? Je ziet zijn adem weer wat meer. De zon is ook voor een gedeelte alweer verdwenen van de baan. Dat zou ook wat invloed op het ijs kunnen hebben. Laatste stukje van Thomas Bos. Op weg naar die tijd van, inderdaad, 7:08,57. En dat is goed gereden van Thomas Bos. Daarmee komt hij een heel eind in het klassement. Ik schat ongeveer op de 6e plaats. En dat is prima natuurlijk. Na die min of meer mislukte 500 meter. De Nederlanders hebben alle vier een buitengewoon goede 5 kilometer over het ijs gelegd. Hier komt nog Martin Feigenwinter. De Zwitser. Die finisht in de tijd van 7:36,27. Omstandigheden wat beter zouden zijn. Ja, dan mag je van de laatste 2 ritten die nu aanstaande zijn nog wel het een en ander verwachten. Bos met een totaal 82,517. Inderdaad komt hij daarmee op de 6e plaats. Vlak achter Michael Hatschi. En te verwaarlozen verschil bijna 14e punt.